What up NLG Unit, ik ben je boy boy op die Tube Tube, samen met je weet het, dit is Mike Mike. En op die loco. Op die loco shit, en we doen E3 pre-show. Games en nieuwe shit, qua gaming. Ja, ja. Ja, zo moet je het ons weer opnemen inderdaad. Of is het al... Ja, dit is officieel. Was het al opname? Ja. Oh. Dus dit knip ik eruit. En, dat is van 10 tot 12 juni. Er komt de press conference. We doen een paar losse video's ervan. Maar we wouden nu vooraf even snel door een aantal games heen gaan waar we nu al van weten dat ze komen. Of waarvan we denken van dat zou nog wel eens kunnen. Te beginnen, Mike? Nou. Heb je er zin in, Mike? Ja, beginnen. Heb je er zin in? Ik heb er zin in. Heb je er zin in? Ik vind het spannend. Ja. Het is spannend. Het is spannend. Far Cry 4. Het speelt zich af in een fictioneel Himalayas gebied. En dus een of andere koning daar zo op dat gebied. En dat is natuurlijk een teringlijn waarschijnlijk. Van het plaatje wat jullie hebben gezien. Ja, ik denk dat het inderdaad diegene is die op een troon zit met zijn roze pakken. Lijkt een beetje op Gordon eigenlijk. En, heeft een of ander soort van slaafje onder hem zitten. Was gelijk maar op. Ik weet niet of het zo sneeuw is, hè? Ja, nee, dat weten we niet. Aan de top zal natuurlijk sneeuw zijn. En, er was ja, maar de Himalaya is natuurlijk ook gewoon tropisch. Ja, is dat zo? Is daar zo? Ja, joh. Oh. Ja, joh. Onder is het tropisch. Het is gewoon India, is het, hè? Het is India. Oh. India is natuurlijk niet echt een heel koud land. Ah, sorry. Ik ben nooit verder gekomen als Ommen op de camping. Dus wat grappig is, een grappig dingetje erbij is, er was alleen een plaatje van uitgekomen, die je al de hele tijd in beeld ziet. En dat was dus een beetje ontvangen als een soort racistisch iets of zo. Omdat die ene is dus een beetje die koning, is een beetje blank getint. En hij drukt zeg maar het hoofd omlaag van iemand die wat donkerder is. Maar de gasten van Ubisoft hadden gezegd van, moet je luisteren, dat is helemaal niks in de hand. Allebei bent ze Aziatisch en dat is geen racisme hoor. Als jij de versie van Gordon in Far Cry, waarschijnlijk op de E3 meer gameplay daarover. Battlefield Hardline, Mike. Battlefield Hardline, en het plot is deze keer niet dat je een leger bent. Je bent een Miami detective die tussen, Crooked Cops, hoe heet dat in het Nederlands? Gewoon van die politieagenten die gewoon eigenlijk corrupte agenten inderdaad, corruptie. En criminelen en die weg ga je gewoon, dat pad. En dat wordt hartstikke spannend. Hartstikke spannend. Er is gameplay geweest, maar dat is gepoeld of zo. Of een filmpje was geleakt. Was geleakt inderdaad. En het is weer weg nu. Ik ga het nog even zoeken. Nou. Maar we zien wel. Mortal Kombat X. Mikey, draai je warm voor die Mortal Kombat hit. Flawless. Ja joh, dat filmpje was uitgekomen en niet normaal, mensen. Heel veel interactie met de wereld om je heen eigenlijk. Je zag dat... het is een filmpje. Ik weet niet wat het ook natuurlijk gameplay wordt. Maar Sub-Zero, pakt een tak. Ja. Die breekt hem af, verandert in een ijspegel en slaat volgens Scorpion ermee. Ja, het zijn wel hints inderdaad. Wat je ziet is inderdaad gewoon wel dat bottenbreken zit er nog steeds in en zo. Dat liet ze duidelijk zien. Omgeving dingen. Sub-Zero zit erin. Wat mij opviel was dat Scorpion had een beetje een soort van ridderpakachtig. Het leek alsof ze zijn pak expres in een soort oude stijl hadden. Middeleeuws. Ja, dat is ik vind het ook wel weer tof. Het schijnt ook weer, de verhaallijnen zullen weer heel erg origineel en nieuwe verhaallijnen voor die characters komen. Je character niet één bepaalde vechtstijl kan aannemen. Dus je kan jezelf switchen. Een beetje bepalen wat voor vechtstijl wat voor vechtstijl ze gaan doen. Want dat is iets nieuws wat ze willen proberen. Hoe dan ook, het is gewoon nieuwe Mortal Kombat. Ik verwacht geen fancy en natuurlijk rare, nieuwe dingen, maar het is gewoon Mortal Kombat. Dat was altijd leuk. Kom met. Tekken. Is ook spannend. Halo 5, we gaan weer verder met Halo's. Er zijn meer Halo's. Halo. Zie je Halo. Halo. Ja, vorig jaar E3 zag je al beelden van Master Chief in een woestijn. En er is gewoon een jaar voorbij gegaan en we hebben er eigenlijk niks van gehoord verder. Maar het zal wel goed komen, want Halo is gewoon het ding van Xbox. Die maken er iets tofs van. Ja, denk ik ook wel. Het is gewoon de game van Xbox natuurlijk ook, hè. Call of Duty gaat natuurlijk gewoon leuk verder. Advanced Warfare heet deze keer. Wat ik van weet is dat ze nu sinds Call of Duty 2 gaan ze voor het eerst een nieuwe engine gebruiken. Dus we krijgen eindelijk iets betere graphics na al die jaren. Voor de rest zal het waarschijnlijk wel een sterke multiplayer hebben, net zoals altijd. Misschien gaan ze nieuwe dingen doen. Dus het speelt zich af 50 jaar in de toekomst. Van nu. 2054 inderdaad. Ziek. Ja, nee, 40 jaar in de toekomst. Ja, oké. 40 jaar inderdaad. Ja. Ik vind het ook tof dat ze hebben ook nu echt die best wel A-class acteuren gewoon gebruikt. Mm.
Je hebt nu die... Je boy boy General Spacey. Of zoiets. Hyrule, next bitch. Hyrule Warriors is een soort Zelda-achtige game, maar het is anders. Het is zeg maar niet een... Het is anders. Het is niet een story-based Zelda game, maar het is nu Dynasty Warriors. Dus ik weet niet of je dat kent. En je speelt niet alleen Link. Je kan niet alleen, als Link spelen. Je kan switchen. Je hebt meerdere characters. Je gaat ook... als je bijvoorbeeld Link bent, dat je nog soldaten die meevechten. Ik ben zelf helemaal niet up to speed met alle Zelda games en wat er aan de hand is in Hyrule. Om eerlijk te zijn. Ik heb een tijdje niet gespeeld. Dan. Maar ik weet wel Dynasty Warriors, dat het zeg maar gewoon heel veel gasten komen op je af. Moet je allemaal kapot slaan. En dat is een beetje het, wat we gezien hebben van die game tot zover. Dus dat is een beetje vreemd eigenlijk. Want het is niet hoe Zelda games gaan normaal gesproken. Dat is interessant. Nee, en je hebt nu ook... Je hebt natuurlijk altijd dat je verschillende wapens hebt, maar ik heb nu ook iets gelezen dat je wapens kan gaan upgraden. Dus dat je met bepaalde stenen dingen kan je zwaard weer krachtiger maken en zulke soort dingen. Zoiets heb ik gelezen, ik weet niet of dat echt zo is, maar ik hoop het. Lijkt me wel lachen, gewoon lekker upgraden en shit. Ja, verwachten we te zien bij de E3. www.nlgamereviews.nl, klik op en check die shit snel. Ben je gamer, je moet me geloven, check die shit of game over.